Die Horseshoe Inn in Kimberley het gasheer gespeel vir die Wildswinkel Diamantveld veiling. Voor die veiling het allemaal een kopje koffie gegryp voordat verrichtinge begin het. 45,000 voor mij, 45,000 en maar 45,000 nou. 45,000 en maar 45,000 celebrate vibes, jullie allemaal klaar, meneer. All out and done. 45,000. Knock down on 45,000. Same buyer, 1369. Zeg maar 1,300. Hop 130,000, jullie allemaal klaar, meneer. All out and done. Voorlij, 130,000. Knock down op 130,000. 30,000, I'll take 2 ons, 32, 30,000, maar 30,000, celebrate 30,000, 30,000 nou. Op 30,000, jullie allemaal klaar, voorbij Hendrik, 30,000. Knock down on 30,000, 30,000, voor die Basjan dochters, meneer. Allemaal klaar, all out, at 20. Weet jullie hele beetje beat in elkaar? 22,000, maar 22, celebrate 22,000, maar 22, celebrate 22,000, what about 4? I'll take a small one. 22,000, maar 22, 4, celebrate 4. Mabel, 24,000, maar 24, celebrate 4, maar 24, I'll take small, 26, 24,000, maar 24, celebrate 4, maar 24,000. Skit say call, knock down of 24,000, 24,000, burger in your numerous. Knock down on 50,000 and we sell 50,000. Acting this a lekker mooi prijs voor de blazebok. Kom eens geen aan het lach. 50,000. Mooi, mooi prijs voor de blazebok. 325, what about 15 minuten? 350. 330. 340, Arnie. 340. Op 330,000 en 330. Kijk naar die bol. Kijk naar die bol. 330,000 en 330. Jullie allemaal klaar. Die bot leef voor bij Andrie, meneer. Voor 330,000. Allemaal klaar. All out and done. Knock down op 330,000. Kom ons geef André lekker aan het lap. 850 nou. 850,000 nummer 850. Celebrate 50 maar 850. Jaku, 875 will be yours. Jij ons al. Op 850,000 nummer 850. Celebrate 50 maar 850. What about 75? Say, come on, let's go. 75 maar 850 nou. Op 850,000 bij Victor meneer. Once. 850,000 twice. All out and done. 850,000. Knock down op 850,000. Ik denk we gaan een lekker aan het lap geven, heren. 850,000 voor de 35 lijn koei. 550, celebrate 50 met 550,000 met 560, 550 met 550,000, what about 60? 550 once. Twice, all out and done. Knock down op 550,000 en ik denk we gaan een lekker aan het lap geven. 550,000 week. 400,000 all out and done op 450,000. Doe het zeker, praat mooi kerels. 450,000. Knock down op 450,000. Na afloop van die veiling het ons Neil Swart die afslaer gevra vir sy indrukke van die dag. Ek dink wat ons gesien het vandag is, as ek eerstens kan begin by die type diere wat ons hierso kry, gensbokke, springbokke, daar is gesê, dit vat 25 jaar om die 17 en 18 duim ramme te teel. En dit was duidelik vandag, dat die kovers wat hier is, is daar om sy gewone springbok op sy plaas, ek wil sê te veredel, om hom te teel dat hy ook die 17 en 18 duim ramme kan kry, en hy wil ook die 14 duim ooie kry. So dit is duidelik, jy soek groot ramme, en hulle soek groot gensbokbulle, en hulle soek nageslag van die ramme. So die mense, vir my sê dit, jy het vertrouwe in die mark, dit is een lang termijn, hy gaan boer met die ding, en hy gaan teel met die ding. So dit is wat baie nice is hier. En dan die verdere ding, buffels het vandag baie goed gedoen, soos die hele jaar. Buffels doen goede jaar, en goeie buffels het goed gedoen. En dan die renosters was boe verwacht en goed, die renostermark is wit warm, so dit is baie lekker. En dan wat duidelik kon sien, die buffeljagbulle het baie, baie goed gegaan. Ek is verbaas oor hoe goed die buffeljagbulle gegaan het. So, as dit vir my, dit sê vir my, die ouwens moet buitenlanders kry wat kom jag. So, ons is positief na die veiling en dit was een lekker veiling en ons sien uit na die volgende een. Burger Skooman het ook besluit om so ietsie vir die kameras te sê. Hy diere vir baie goeie prijse verkoop, hy kan nie klaar nie, en hy kan nie terug, ek kan sê, was een swak veiling. Kom praat jy, Burger, jy kan lekker praat.